Hallo, mijn naam is Harm van Wijk van Belegger.com en in deze podcast ga ik mezelf aan jou voorstellen. De grote vraag is dit. Hoe verdienen beleggers zoals wij, die niet de hele dag achter een scherm willen zitten of veel risico willen lopen, geld met beleggen met bewezen succesvolle strategieën? Dat was de vraag en deze podcast geeft je de antwoorden. Welkom bij de Belegger.com podcast. 90%. Ik keek nog eens op mijn dagafschrift en ik zag dat ik 90% van mijn geld had verloren. Ik was een jaar of 20, ik studeerde aan een universiteit in Tilburg. Ik leerde daarover hoe je je geld voor je kon laten werken in plaats van te werken voor je geld. Vond ik erg interessant, dus ik denk, ik ga er ook mee starten met aandelen en opties en dergelijke. Maar dat liep dus niet zo heel erg goed af. Ik ben toen gaan zoeken naar systemen, strategieën die dus wel werken. En heb net als Thomas Edison zo'n 10.000 verschillende manieren ontdekt die dus niet werken. Uiteindelijk heb ik een systeem ontwikkeld wat voor mij heel erg goed werkt. En dat bestaat eigenlijk uit drie fases, uit drie stappen. Want wat de meeste mensen zich eigenlijk niet realiseren is dat op de beurs wat de een verdient, de andere verliest. En nou, als jij het in je eentje moet opnemen tegen een team van professionals, dan sta je natuurlijk al met 11-0 achter. Dus daarom is het belangrijk om een systeem te hebben, een strategie te hebben. Nou, de drie stappen zijn als volgt. Je gaat allereerst analyseren. Vervolgens ga je aan de slag om te kopen. En de derde stap is te verkopen. Nou, ik zal die stappen onder het ding nog eventjes verder uitwerken. Analyseren is, je begint allereerst met te kijken welk type aandeel waar zou je in willen investeren. Ben je bijvoorbeeld enthousiast over technologie of wil je juist specifiek bijvoorbeeld in waterstof aandelen? Op die manier ga je dus kijken welke aandelen vind ik interessant om te volgen. Die ga je vervolgens in een lijst opnemen om vervolgens te gaan screenen. Nou, je gaat dus bij het kopen, je zorgt ervoor dat je bij het kopen goed rekening houdt met het feit dat je het kaf van het koren probeert te scheiden. Dus dat doe je onder andere door aandelen te kopen die in een stijgende trend zitten. En ik maak altijd vergelijking met het volgen van het spoor van de grote olifanten. Want die grote, succesvolle, professionele beleggers, die vertellen je van tevoren niet wat ze gaan doen. Maar omdat zij zo groot zijn, kun je hun spoor vrij eenvoudig volgen. Als bijvoorbeeld de pensioenfondsen, ABP, maar bijvoorbeeld ook Warren Buffett, in een aandeel stapt, dan zijn ze zo groot dat ze dat niet ongemerkt kunnen doen. Dus als ze kopen, gaat de koers omhoog. Als zij verkopen, gaat de koers naar beneden. Nou, als je ze toch niet kan verslaan, die grote professionals, waarom ga je dan niet met ze samenwerken? Hè? If you can't beat them, join them. Dus op deze manier kun je het spoor volgen, kun je dus gebruik maken van hun kennis en expertise. Want zij hebben namelijk de knapste koppen met de snelste computers. En ja, met zo'n team, daar kun je het anders in je eentje natuurlijk nooit van winnen. Dus je gaat op die manier filteren alles wat in een stijgende trend zit. Veel beleggers zeggen, ja, ik koop het juist omdat het goedkoop is. Ik zeg juist, je moet kopen omdat het duur is. En dat komt onder andere omdat er verschillende wetenschappelijke onderzoeken zijn gedaan naar wat werkt dan. En het blijkt namelijk dat bijvoorbeeld het momentum effect, alles wat is gestegen, heeft ook vaak weer de neiging om nog verder te stijgen. En dat komt dus onder andere omdat ja, een goed product, een goed management, een goede markt, bijvoorbeeld een Google die het al een tijd lang goed doet, heeft over het algemeen hele goede papieren om in de komende periode het opnieuw te doen. De Googles, de Facebooks, de Netflix en dergelijke van deze wereld, de Amazons, die zitten al jaren in een stijgende trend en hebben natuurlijk gewoon veel betere papieren dan bijvoorbeeld de bedrijven die het al jaren slecht doen. Nou, heel veel beleggers proberen op die manier dan die aandelen te kopen omdat ze lekker goedkoop zijn, die het al jaren slecht doen. Proberen op die manier eigenlijk de koopjes te vinden. Ik probeer juist te zoeken naar aandelen die het al jaren heel erg goed doen. En het werkt over het algemeen een stuk beter. Koop dan vervolgens ook diverse aandelen, want jij weet van tevoren niet welk aandeel het nu goed en welke het niet goed gaat doen. He, er is niemand die een glazen bol heeft, dus wat je dus probeert te doen is spreiden over minimaal 20 verschillende aandelen. Zodat als er één aandeel het niet zo goed doet, dat je op dat moment dan altijd nog diverse andere aandelen hebt die op dat moment goed op niveau blijven. Nou, dat doe je onder andere ook om ervoor te zorgen dat je je risico verkleint. Zorg ervoor dat je ook een stop-loss hanteert. Een stop-loss betekent dat als de koers van een aandeel met bijvoorbeeld 20% naar beneden gaat, dat je op dat moment afscheid neemt van het aandeel. Nou, stel even, we hebben een modelportefeuille van 20.000 euro. We beleggen daar 20 keer 1000 euro in. Dan hebben we per aandeel 1000 euro geïnvesteerd. Met een stoploss van 20% heb je dus een risico per aandeel van 20% van 1000 euro is 200 euro.
Die 200 euro komt dus overeen met 1% van de waarde van je portefeuille van 20.000 euro. Op deze manier loop je dus per aandeel een risico van ongeveer 1% van de waarde van je portefeuille. Zodat je niet gelijk nerveus wordt op het moment dat er bijvoorbeeld 200 euro van je portefeuille afgaat omdat één aandeel het minder doet. Zorg dus ervoor dat je bij die laatste stap bij het verkopen van tevoren precies weet wanneer je gaat verkopen. Dus of wanneer je door je stop losgaat of wanneer de stijgende trend ten einde is. En dan neem je afscheid, want als die grote olifanten uitstappen, ja, wie ben jij dan om er dan in te blijven zitten? Hè? Wie ben jij? Ben jij slimmer dan de grote professionele beleggers? De meeste beleggers in ieder geval niet. Ik in ieder geval niet. Dus ik neem op dat moment dan ook afscheid. Nou, het is belangrijk dat je van tevoren dus gewoon goed weet. Hè? Voor je een aandeel gaat kopen, moet je precies weten wanneer je ook weer gaat verkopen. Je moet een systeem hebben, een strategie hebben. Vervolgens documenteer je alle transacties die je hebt gedaan. Houd het op die manier bij, zodat je ook kunt analyseren, kunt zien wat ging er goed en wat ging ook niet goed. Zodat je op die manier ook weer daarvan kunt leren. Want op deze manier kun je er dus voor zorgen dat je niet continu dezelfde fouten maakt en continu eigenlijk een stukje beter wordt door die fouten proberen te verkleinen. Dat is in ieder geval heel kort gezegd de drie stappen die ik in ieder geval hanteer. Dus eerst het analyseren, dan het kopen en dan het verkopen. Dit proces heb ik ook beschreven in mijn boek in 10 stappen succesvol beleggen. Dat boek kun je vinden op de10stappen.com. En daar kun je dus gebruik van maken als een soort van receptenboek. Als je die 10 stappen hanteert, net een recept voor appeltaart. Je hebt een bepaalde volgorde die je gaat gebruiken. Je hebt bepaalde ingrediënten nodig, je hebt bepaalde gereedschap nodig. Nou, als je dat recept dan volgt, dan komt daar een voorspelbaar resultaat uit. Dus dat gun ik jou ook, dat je op deze manier een recept hebt om succesvol zelf te gaan beleggen. Want de meeste mensen die zijn niet succesvol met beleggen. 90% van de particuliere beleggers blijkt niet succesvol te zijn. Blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Maastricht onder 70.000 klanten van Alex. Daarom besluiten daarna heel veel particuliere beleggers om het dan uit te besteden aan een professional, aan een vermogensbeheerder of een beleggingsfonds. En uit onderzoek blijkt dat 96% van alle beleggingsfondsen niet in staat is om de index te verslaan. Dus op deze manier komen mensen een beetje van de regen in het drup. Hè. Dus 90% van de particulieren is niet succesvol. Maar 96% van de professionals is niet succesvol omdat ze hele hoge kosten in rekening brengen. Gemiddeld tussen de 3% en 5%. En die moeten ze natuurlijk eerst gaan terugverdienen voordat jij geld kunt gaan verdienen. Nou, de meeste professionals zijn daardoor niet in staat. Waardoor jij op deze manier ook niet succesvol bent met het beleggen via een beleggingsfonds. Dus mijn overtuiging is dat je zelf kan. Jij bent zelf degene die het beste voor je eigen geld kan zorgen. En je hebt alleen een juiste strategie nodig die bij jou past. Dus je moet op die manier ook gaan onderzoeken welke strategie past nu bij mij. Welke strategieën zijn er zoal? Welke zijn nu bewezen succesvol? Zodat je die op die manier kunt gaan uitvoeren. Dus dat is heel kort gezegd wat ik in de podcast met je ga delen in de komende tijd. Ik ga ook heel veel mensen interviewen, succesvolle beleggers die allemaal hun sporen hebben verdiend. Zodat je op deze manier kunt luisteren naar de mensen die het al succesvol daarin zijn. Dat kan variëren van mensen die bezig zijn met hoog dividend aandelen, mensen die bezig zijn met vastgoed. Er zijn mensen die met opties aan de slag zijn gegaan, die gespecialiseerd hebben in een bepaalde sector, bijvoorbeeld de energiesector. Nou, die beleggers ga ik dus interviewen, zodat jij daar ook je voordeel mee kunt doen. Dus abonneer je op mijn podcast. Die kun je dus vinden op bijvoorbeeld Spotify, op Apple, op Google. Dus op deze manier kun je op verschillende manieren mijn podcast volgen. Ik plaats hem ook op YouTube, zodat hij op die manier ook met een video ook te zien is. Zodat je op die manier op verschillende manieren de podcast kunt bekijken zoals jij of luisteren zoals jij dat graag wil natuurlijk. Ik wens je in ieder geval heel veel succes. Mocht je vragen hebben, je kan me altijd een mail sturen naar info@beleggen.com. Heb je bijvoorbeeld suggesties, heb je bepaalde ideeën, laat ze in ieder geval aan me weten. En dan gaan we ervoor zorgen dat we dat in de podcast ook gaan meenemen. Ik wens je in ieder geval heel veel succes. En ik spreek je heel graag bij een van de volgende podcasts. Wil je meer weten over beleggen? Bestel dan jouw kopie van mijn boek in 10 stappen succesvol beleggen. Of meld je aan voor de gratis online training op www.beleggen.com. In mijn boek en training ontdek je stap voor stap
hoe wij bewezen succesvolle strategieën gebruiken om geld te verdienen op de beurs.